mensen van Steengoed, welkom bij een nieuwe paniek op de boerderij. Ah, er is weer heel veel paniek, want, nou ja, iets minder eigenlijk, want Bram is er weer. Yay. Hij is terug van zijn interne zaken of zo. Interne zaken? Ik heb geen idee wat je aan het doen was allemaal. Niks. Heb jij gewoon met je bank lopen hangen ergens? Nee. Of een tijdje gepakt of zo? Hè? Nee. Wees ze gokken? Hè? Nee. Nee. Maar goed, ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar Maarten is op bezoek geweest met een heel leuk onderzoekie. Nice. Die heeft dus even alle planten heeft die, bezichtigd. Hij heeft een paar samples meegenomen voor het lab. En hij heeft een heel tof cadeautje heeft hij laten overkomen uit Milaan. Dat zou een keer moeten aankomen. Ik heb geen idee. Oh, godverdomme. Ik moet even scheiden. Bram? Ja? Ik ben zo terug. Oké, doei. Yeah. Even stopzuigen anders. Ja, ik moet even. Ja, doe maar even. Ruist even. Rot zitten zo. Even. Oh. Ja. Stopzuigen. Ja. Yeah. Oh. Zo. Wat heb ik gegeten? Oh ja, chili. Ja, ik ben een stopzuiger. Oh ja, oké. Okay. Yes, ik ben klaar. Oké. Wow, what the fuck is dat? Wat? Bram? Ja? Wat is dit? Ding dong. Wat the fuck? Hallo? Hallo. Groetjes uit Milaan. XOXO Maarten. Maarten. Oeh, kijk wat erin zit. Kijk jij er eens even in. Wat zit erin? Twee Atomic Disassemblers. Is dit een cadeautje? Ja. Het is, twee windturbines. Pak jij die turbines? Oh. En een charge. Geef maar die pipes eens. Niet alles pakken. Lul. En een charge pad. Ja, oké. Okay. Oeh. Wow. Maar, dit zijn... Ik weet wat het is. Dit zijn van die hakdingen. Die kan je fucking snel mee mijnen en zo. Mm-hmm. Ja, wist je dat niet? Maar dit is toch van diamond gemaakt of zo? Oh. Het is heel duur. Wacht even. Dit is toch fucking expensive? Oh, wacht. We moeten ze eerst opladen. Het werkt nog niet. Kom. Oh. Oh ja, dat is waar ook. Gaan we ze even aansluiten. Doe dat. Moeten we er ergens even een ruimte voor maken ofzo? We kunnen hier maar gewoon een gat in de muur maken. En als we hier gewoon die charge pad neerzetten, dit ding kan wel weg. Moeten we ermee? Ik weet niet, dan, het is een antidoosje dat ik een keer van de kringloop meegenomen heb. En dan kijken hoor, wat hier kan. Het is wel gevaar. Zullen we eerst even slapen? Nee. Au. Ja, ik stel voor om te slapen eerst, kom. Wacht even, ik heb ze gewoon neergezet. Ja, godnonde! Wow, die is groot! Ja, dat zijn windturbines. Nee. Mag ik die kabels even? Oh, kijk, achter hier voor je. Ja, ik zie hem. Pak die zon nou eerst even. Steek even een zwaard in zijn haars. Ja, kijk. Ja. Moet genoeg zijn. 9, hè? Jawel. Oh! Daarom zeg ik, godverdomme, eerst even slapen, klootzak! Ik hoorde hem. Het hele huis naar de tyfus. We hebben net zo'n mooi cadeautje gehad. En wat doet Bram? Nee, ik wil eerst die godverdomme die dingen neerzetten. Ja, tuurlijk. Cadeautje. Je krijgt een cadeautje, dan moeten we hem ook gebruiken. Kan ik het huis wel helemaal repareren? Zo, ik ben hem aan het opladen. Nou, dit schiet niet op. Nee, inderdaad. Er moet nog meer stroom aan, dit duurt echt lang. Ik ben een stukje, stukje hout kwijt. Dus, ik heb ook nog een stukje hout. Heb je een stukje hout voor mij? Het huis is een stukje hout weg. Oh, hier. Zeg maar. Ja, oké. Okay. Nee, zo. Ja, dank. Zo. Oké, waarom ben ik... Godver... Ik ben letterlijk... al die... Oh, is dit wel goed gedaan, gaan ze? Ja. Wacht even, dus hier moet hout. Oh, wacht even, hier moet hout. Daar moet een stukje hout. Hoe? We hebben even een nieuw... Oh nee, hij slaat op. Voor de helft opgeladen. Oh, dat gaat nog best snel, toch? We gaan ze gewoon even opladen. Eén voor één. Hij doet het wel. Oké, hij is klaar. Volgens mij, als hij groen is, is hij klaar, hè? Ja, Juist, dat duurt fucking lang, man. Ja, het is gewoon een uur geduurd of zo. Kijk, ik vind het heel aardig van Maarten dat hij zo'n mooi cadeautje stuurt. Heel duur en zo, uit Milaan. Alleen, hij mocht er wel iets meer energie bij zetten. Twee windmolens is echt niet goed. Ja. Goed, nou goed, dat duurt eventjes. Nu even slapen. Dan heb je ook. Ik ga eerst even mijn bedje opzoeken hoor. Jongen. Creepers, zombies. Echt, ik word er helemaal scheidsziek van. Rotpesten.
Waarom kan ik hier niet in? Oh, wel. Ah! Ik zie er wel een kop in de muur! Ha! Oké. Okay. Mart, waar ben je? Ik ben hier. Kijk, die zombie. Op de boot. Ik heb hem op de boot gegooid. Wait, huh? Ik sloeg hem, het stond hier op de boot. Oh, op die manier! Ik denk al van... Die zombie space niet zoals jij dit deed, hè? Die... Oh. Mol die boot niet! Nee, ik laat die boot lekker staan. Ja, ik wil zeggen. Goed, ik ga maar proberen. Fuck iedereen. Kijk, baby nee, creeper. Nee, fuck dat. Nee, fuck die creeper. Ik ga springen. Ik spring. Ik ga maar proberen. Waar ben je? Nou, zo snel is dit niet. Nee, je hebt hem niet goed staan waarschijnlijk. Wat moet je dan doen? Als jij shift inhoudt en dan de rechtermuisknop inhouden. Rechtermuisknop? Niet inhouden, maar één keer drukken. Dan verander je de ding. Huh? Kijk maar hoe snel die gaat. Dan. Fast. Fast. Oh! Dit gaat snel! Dat zag ik toch. Wow. Hey, Maarten. Dank je, jongen. Dit is echt fucking nice. Mm-hmm. Mijn inventory is alweer vol. Lekker. Ja. Hoe kom ik weer naar boven? Weet niet. Hij heeft Koen een mooi jetpackje gegeven. Alleen wij hebben geen jetpack. Dus wij kunnen niet naar boven vliegen. Ja, die heeft een mooi jetpackje gekregen in de automatie. Maar, oh, hier kan ik naar boven volgens mij. Ja. Ik kan daar, daar verderop. Hey, paard! Voorzichtig met mijn paard. Je hebt niet hier naar beneden gegooid hier. Oh, is dat deze? Ja. Voorzichtig met mijn paard! Wat doet hij zelf? Hij slaat hem naar de tyfus. Natuurlijk. Oh, kijk, tjoetjoes. Ik wil eigenlijk morgen eventjes die boom daar bekijken. Hoe we dat gaan aanpakken met die opslag. Mm-hmm. Ik zat te denken aan een spiraaltrap. Dus gewoon zo dat die rondjes draait om die boom heen. En dan ongeveer onder de blaadjes net maken we een platformpie. En die gaan we dan verdelen onder het eten. Onder het eten? Onder het eten. Gewoon het, waar de tomaten komen, waar de... Oh zo, ik denk, die gaan we verdelen terwijl we aan het eten zijn. Wat? Onder het eten. Ja, ik moet eerst eventjes een hamburger naar binnen mikken voordat ik weet wat ik ga met die boom ga doen. Ja, inderdaad. Handig. Goed. Nou, cool. Wat ga jij nu doen? Jij gaat nu mijnen zeker? Nee. Nee. Nu nog niet. Wat ga je dan doen? Oogsten. Oogsten. Dat is ook wel een hele goeie. Want hier staan eigenlijk tomaatjes. En wil je nog meer tomaatjes? Nou, we missen wel chili. Kumkummers. Ja, chili, dat komt vanzelf wel, toch? We hebben niet zoveel van, dus dat ga ik nu even herplanten. Oké. Okay, ik ga even... Ja, ik denk dat ik binnenkort deze opslag eventjes een kleine fix moet geven. In de zin van een paar bordjes plaatsen en daarop plaatsen wat er in die fucking kisten zit. Want ik denk dat het is nu al nog allemaal leeg, uiteraard. Maar zometeen als alles vol zit. Ik ga gewoon even hier wat shit in mikken. Zo. En die. Ik weet begon niet wat dat is, maar... Ik ga de weed ook even oogsten. Snowbell seeds. What the fuck is dat? Snowbell seeds. Dat is onder witchery. Daar hebben we niks aan. Ja. Ik denk dat ik wel even snel ga mijnen, want ik wil wat diamonds hebben. Nu nog? Nu diamonds? Ik wil nu diamonds hebben. Oké. Okay. Dus ik ga diamonds mijnen. Een bauxite hebben we nodig natuurlijk. Ja, maar ik wil diamonds hebben. Ja, bauxite, als je dat tegenkomt moet je even meenemen. Ja, oké, maar moet ik eerst even wat toortjes hebben? Wacht, we moeten in de kisten natuurlijk. Goed, godgloeiende, hebben we geen toortjes? Nee. Ik heb al kool, dus we kunnen wel even wat maken. Ha, vet kool. Oké, okay. Volgens mij heb ik hier wat in de kist gestopt. Ik weet niet zeker, denk het niet. Ik heb kool voor je. Ja, maar ik heb hier ook... Oh, we gaan het niet meer. Nee. Hier, klotzak. Waar? Waar? Oh, hey! Oh! Doei. Nice. Wat wou ik doen? Ik wou iets doen. Oh ja, ik weet het alweer. Nou. Ik weet het alweer. Ik wou wat in de oven, in de grote smeltoven flikkeren. In de oven. Hierin. Wat ligt erin? Aluminium. Oh, er ligt wel aluminium in. Nice. Oh. Dat is wel lekker, hè? Want aluminium hebben we heel veel voor nodig binnenkort, hè? Binnenkort, waarvoor?
Nou, voor die, god, hoe heet die dingen? Sprinklers. Ja. Ja, klopt. Goed geraden. Noodtoortjes, vreten heb ik bij me, ik heb mijn zwaardje, ja, dat... ik voel me niet zo heel veilig met een kapot zwaardje. Even kijken, hebben wij nog... Oh nee, wacht, die... de Sessamler heeft natuurlijk ook gewoon een fix om... Om zombies kapot mee te slaan, of niet? Ja, je kan hem gewoon gebruiken inderdaad, om zombies kapot mee te slaan. Dan hoef je geen speciale instelling voor te hebben. Nice. Oké, okay, nou goed, dan ga ik... Like a man! Steel heb ik nodig. Kijk weer. Balls of steel? Ik denk. Nee, aluminium niet. Oké. Daar het verstandig is. Als ik hier even begin te mijnen. Zo. Gewoon hier. Omdat het kan. Hier. Wow, dat gaat snel! Wow! Er staat zo'n hele huis in de tyfus. Hey, Bram! Hey! 1 Big Mac. Met friet! Nee, dat krijg je niet. Godverdomme, dat rijmt. Ja, dat klopt. Dat heb je goed gezien. Nee, goed gehoord. Geroken. Geroken. Ja. Geroken. Ja. Glas heb ik ook nodig. Wat voor hetgeen heb ik wel zand? Zie je zand? Zie jij zand? Limestone. We hebben geen zand zeker. Nope. Oh, ik zand gaan graven. Graven! Maar je bent een dwerg, dus op zich kan het wel, want je bent... Ik kan niet zand graven, noem dwergen niet. Wat is nou het verschil tussen... Het is toch allemaal moeder natuur? Wow, wat is dit? What the fuck? Ik zag daar wat. Een rock hive. Oh, daar heb je niet zoveel aan. Huh? Ik kom gewoon midden in een fucking... God, kom ik daar tegen. God. Ja. Daarom heet het ook een rock hive. Baaah! Steel frame. Oh nee, we hebben... Oh, nee, dit gaat hem niet worden nu. Wat? We hebben eerst heel veel energie nodig, dus we moeten eerst andere dingen gaan bouwen. Oh. Kunnen we het een andere keertje doen? Ik ben er helemaal... Mijn brain doet pijn. Your brain hurts? Ja. Nou, dat is mooi. Want ik heb volgens mij een flatte mindset gevonden. En dat vind ik een heel mooi moment om deze aflevering af te sluiten. Oh mijn god, dit is echt een flatte mindshift. Wauw, ik ben goed. Goed zo. Goed, mensen, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering. Vond je het nou leuk? Doe dan eventjes een duimpje omhoog. Blauw duimpje. Een blauw duimpje. En doe even abonneren op Steengoed voor meer van deze toffe content. En dan zeggen wij dikke doei en tot de... volgende keer en zo. Ja! Yeah! Yay!